Reach ahead, van yol, van nul tot tien. En waarom? Tien? Because I got that Gluck 3000. I'm like, well shit, is you gonna suck my dick? You know what I'm saying? I'm trying to go crazy! Is you gonna... Hallo, ik had nog een vriendin, sorry. Dat, ja, bye. Wat moet je mensen, weer hebben voor een gloednieuwe video. Mensen, zoals jullie zien, we hebben twee mensen hier tegenover elkaar vandaag spelen een blindfolded date. We hebben gewoon 5 brieven op tafel. Ze moeten het beantwoorden, of niet willen ze niet beantwoorden. Er zijn shotten hier. Like en subscribe willen jullie op part 2. Get it! Rate your head. Van 0 tot 10. En waarom? Wacht even, ik kan het doen. En waarom? 10. Because I got that Gluck 3000. Like, well shit, is you gonna suck my dick? You know what I'm saying? I'm trying to go crazy! Is you Dat was de vraag toch? Je zei het. Ja, klopt, het. Ja, is dat jouw vraag? Oké, Wil je praten? Ik geef mezelf een 8, een 9. Wauw. En waarom? Dus waarom? Omdat je die GLOED 3000 hebt. Dat maakt jou zo speciaal, dat het een 10 is. Jawel. Oké, nee, wacht. Geen 10, dat is een beetje te arrogant. Like, 9. Maar waarom is het een 9? Waarom geen 10? Wat mis je volgens jou? Moet ik het zeggen? Het is nog niet zo perfect daarom. Het is nog niet daar wat ik moet zijn. Dat ik het goed doe, gewoon ik weet dat ik het goed doe. Je weet het. Maar heeft iemand je gezegd, dus krijg je complimentjes en zo? Ja. Oh, vandaar. Oké. Dus je moet je nog gaan specialiseren. Ja. Waarom zeg je 10? Dit is nog niet 10, dit is de 8. Maar je zegt wel gewoon slim. Oeh, dat is great. Je weet nog wanneer het echt sloppy is? Dan ik, oh my god. Ik weet niet of je aan het tillen doet. Ik weet niet of je ermee naar voren. Nee, naar voren, ja. Oké. Leg naast kunnen. Zie hier, bel je ex en zeg haar of hem dat je nog gevoelens hebt. Of neem 3 shots. Bro! Wat moet ik doen? 3 shots nemen of je ex bellen en dan zeggen. 3 shots, 1 shot. Kun je 3 shots gezet? 1 shot. 1 shot. Wat geef je 1 shot? Bel je ex, zeg dat je nog gevoelens voor dit of neem een shot. En bepaal je jezelf. Oeh. Gaat er op luidspeaker, no? Ja, luidspeaker. Hallo? Hallo, dag Peiter. Dag. Ik had nog een vriendin, sorry. Wat? Oké, ja, dat, ja, bye. Dat is top. Ik zie geen shit. Wat is je favoriete positie? Boy, heel Suriname gaat me door die weten, boy. Nee? Ik ga echt shotten nu, hoor. Hé, hey, dat alles moet ik drinken. Ja, is te veel hoor. Is dat of wat is je favoriete positie? Ik denk missionary man. Slaan maar hand. Je ziet. Oké, mijn favoriete positie is Becky. Becky? Ik denk, ga dat echt niet direct hoor. De meeste mensen zullen van missionary. Zet hier maar sluit. Ik ben ook weer boven. Ja. Missionary man. Waarom? Die Becky, die missionary, ik zie je gezicht. Right? Is toch is en echt romantisch? Je spiegel, kan je baksen. Spiegel? Jij zei spiegel. Tuurlijk. Hoe niet? Ja toch? Of je bent niet op dat soort dingen? Viero, zie je me? Yes. Hij zei echt spiegel. En dan? Woe! Boezie toch?
Ik zie je, dat voel ik je eerder. Die bek is overreden. Dat wel, maar je zei echt spugen. Je hebt spugen in je mond. Spugen. Zo van het lekt in je mond en daarna sonor door en daarna drill ik door. Dat is onnodig. Sam? Je kan altijd iets nieuws proberen, dat wel. Maar, like... oh, maar je vindt het echt vies? Ik heb het nooit gedaan. Oké, okay, yes, je hebt het nooit gedaan. Oké. Je moet het doen. Hij doet het niet voor je? Nee, ik heb het nooit gedaan. Ik wil het niet. Nog niet. Dan moet iemand gewoon doen wat zij of hij. Wat is je type hoor? Ik heb niet echt een type hoor. Wauw, maar dan... Oké, okay, ik ja. Qua uiterlijk, toch? No shit. No? Ik val gewoon. Ik wil vaak graffen, jongens. Huh? Ja. Graffen in de zin van? Ja, qua uiterlijk. Eerlijk, vroeger was ik echt like dark skins met... Uh-huh. But, you know, all that ideale man bullshit. Uh-huh. Met like waves. Maar ze hebben mijn hart echt gebroken. Dus nu ga ik gewoon met whatever ik krijg. Honestly. Oké, okay, welke zou je helemaal niet daten? Of welke is laatst op je lijst? Oh ja, fun. Waarom? We kunnen altijd gewoon, familie zijn. Oh. Ja, ik ben een Japan. Oh, je bent een Japan? Ja. Oké. Okay. Zoiets. So nee, ik bedoel, ik wil niet echt van te zachten. De Sims. Ja, te lief, weet je. Dus als je soms bakt, dan vind je dat ook gewoon leuk. Nee, dat niet. Waar is de naaste seks dat... Huh? Wat? Sorry. Waar is de naaste plek dat je seks hebt gehad? Oei. In het kreek. Ja, man. Based on my stem. Denk je dat ik aantrekkelijk ben? Ja. Wat? Nee, je stem is rustig. Je stem is... Ik weet niet. Wat de vibes in de stem, joh? Hoe vibes? Gewoon rust. Dus als ik met haar zou praten, zou ik gewoon dat druk. Ik zou me niet ineens voelen van, hij praat ik tot een man of, je weet toch? Zwaar en agressief. Het is gewoon chill en laid back. Gewoon. Je stem is gewoon rustig, fijn. Ja, moet voor 10 seconden lang. Oh, lang. 10 seconden. Wat ik daar zo. Is die alternatief, bro? Neem een shot of moet voor 10 seconden. Viero, mijn moeder gaat die video zien. Dan moet je een shot nemen dan. Ja, maar dat is wel goed. Ik heb één ding. OMG. Je mag niet piepen, ja. Oh my god, joy, oh shit. Ga je moon of ga je? Wat is dit? Is het water? Ja, misschien een proef dan. Alles moet je op. Maar wat is het like? Moon of drinken, waarom maak je dingen zo moeilijk? Ja, dat is size matter. En jok niet, dat is gewoon eerlijk. Ik heb niet zoveel ervaring, maar... Op dat gebied, ja. Hoor. Maar, ik zou zeggen nee, omdat, dus aan de hand van wat ik heb gehoord hoor. Nee, we praten nu over jouw experience, nog maar hier. Alles op, je moet niet stoppen zo. Kens! Zij smaakt niet echt uit als de persoon het goed weet te gebruiken toch? Het lekt nog. Dat is de waarheid. Maar sommige mensen hebben een... grote dik, maar ze weten het niet goed te gebruiken. Dan heb je dan toch liever uit alleen die eet, toch? Ja. Ah. Is alles op? Je liefst op aken. Heb je ooit uitgelopen? Nee. Je liefst. Hoe weet jij dat? Jij kent mijn liefde? No, nee, maar even serieus. Like... Waarom zeg je lief? Ik voel het, maar Stevie zegt je liefst. Okay, je hebt tenminste misschien één keer. Ik heb nooit. Reden waarom? Ik heb één ex maar gehad. Oh my god, dus 2016 en dan heb ik geen ex meer gehad, dus ik heb nooit uitgeroepen. Wat staat hier? Lek mijn nek of neem een shot. Oh. Alsjeblieft, neem een shot.
Maar ik ben geen shot niet, maar dat is het. We helpen je. Maak het niet. Nee, dat is niet best. Geef je beste pick-up line op de smoothste manier. Ja. Oh my god, dit gaat echt leeg zijn. Ik luister. Baby. De reden waarom ik je nooit ga posten op Facebook is omdat ik alleen jokes post op Facebook en je bent geen joke. Well. Ik zeg het is leeg. You guys. It's below. I'm not impressed. Ik ben smooth in my eyes. Like, ik moet alleen naar je kijken en dan... Oké. Tel toch. Naar links. Gewoon niet kijken. Oké. Kus me of niet, was van. Guys. Even serieus. Viero, waar sta je? Oh, het is af. Like, what? Een kus op mijn wang? Op zijn wang? Yeah. Ik doe dat soort dingen. Eerlijk gezegd, doe dat soort dingen. Je kust me op mijn mond of je kust me niet? Dat is van niet zo! Maar gewoon like een tapkus, toch? Ja. Hier? Ik moet er. Sowieso, ja. Wat ja. Is hier? Hier is mijn schouder. Dat weet je dat hier een wang is. En ja, oké. Nee, dat doe ik. I'm scared. Oké. Okay. Zet mijn hoofd gewoon. Oké. Okay. Ik ga niks aan doen. Oké. Zo, mensen, volgende ronde. Kus op nemen, shot. Wie? Ik moet jou kussen, hè? Kom dan. Bel je ex en zeg dat je nog gevoelens hebt of neem 3 shots. Of 3 shots. Bel je ex, zeg hem dat je nog gevoelens van hem hebt, zo niet. Ja, hoeveel exes heb je gehad? Ik hoop niet dat je lief, maar oké. Wat is je body count? Dank de persoon met... Be a blind date of a shot.